De boerderij waar je nu voor staat, ja, er is natuurlijk niemand, want die beste man staat hier. Hi, Vincent. Harry Blekkenhorst. Jij bent degene die dit allemaal heeft veroorzaakt. Ja. Deze prachtige biersoorten, pauw. En waarom ben je bier gaan brouwen? In 2007 hebben de vorige eigenaren de brouwerij aan ons aangeboden, aan mijn broer en ik. We hebben een proefbrouwsel gemaakt en toen wist ik van, ik word bierbrouwer. Als het een jammakerij was geweest, had ik het niet gedaan. Maar nu was het een bierbrouwerij en vond ik het wel heel stoer om mijn eigen lokaal product op de markt te zetten. Aspergebier, ik ben benieuwd. Nou, als je wilt weten hoe dat smaakt, er is maar één manier om dat te ontdekken. Het dopje moet eraf. Ah, en dat om 9 uur 's ochtends. Heerlijk is dat, hè? Nou, er zijn niet veel bierbrouwers die aspergesmaak aan hun bier kunnen geven. En ik heb het gedaan met echte aspergeschillen. Echt? Dus op het laatste moment of in het begin? Ik heb in het hoogseizoen gooien aspergeboeren hopen mijn schillen weg. En die schillen gebruik ik in de bierbrouwerij. Ik pureer ze, ik zet ze op het vuur. En dan komt er heel veel vocht vrij. En dat vocht heb ik toegevoegd aan mijn bier. En dat kun je proeven. En om het nou niet heel heftig bitter te laten smaken, wat doe je dan? Ik heb de hoeveelheid hop van het bier heb ik wel iets verminderd om de aspergesmaak te kunnen proeven. Ik denk dat we er meer moeten proeven. Ja? Heb je nog wat openstaan of niet? Ik zal je ook een kruidenbiertje laten proeven. Dit biertje, daar hebben we een aantal kruiden aan toegevoegd. En ook dat kun je ruiken en proeven. In het najaar wordt in Nederland veel bokbier verkocht. Ik brouw jaar rond mijn bokbier en ik verkoop het ook jaar rond. Want waarom zou je een biertje wat het hele jaar lekker is, alleen in het najaar drinken en verkopen? En hoeveel bier brouw je per week? Nou, als het, tegenwoordig brouw ik iedere week een brouwseltje. En een brouwsel is 500 liter, 1500 flesjes. En alles wat ik niet zelf opdrink, dat verkoop ik. En dat is de reden dat ik hier sta. Ah, het is echt fantastisch lekker. Ja, dank u wel.